Ik heb mijn hele leven lang bij de Universiteit van Stellenbosch gewerkt. Ik heb hier gestudeerd en onmiddellijk nadat ik klaar studeerde, mijn MA gedaan heb, heb ik een docent geworden en vandaar gevorderd door die verschillende rangen totdat ik uiteindelijk bij die uitgelezen professor gekomen heb. En voor 40 jaar was ik hier, heb ik klas gegeven. Baie mense vra my, sou ek nie graag wou skuif nie, maar ek en my man was albei in beroepe, so dit sou moeilik wees vir die een om die ander te volg, so ek het 40 jaar hier deurgebring. En dit was vir my eintlik 'n wonderlike voorreg om dit te kon doen. Ek dink nie mens is vas net binne die grense van jou universiteit nie. Jy is deel van 'n baie groter akademiese gemeenskap binne die land, en ek het oor die 40 jaar wonderlike vakgenote by die ander universiteite meegemaak, wat vir my geweldig gestimuleer het, my geprikkel het om verder te gaan in my eie navorsing. Jy het ook vakgenote in die buitenland gehad, so akademies, as jy in die akademies is, is jou wêreld nogal baie ruim en groot. Ek het aan die einde van 2019 afgetree, maar ek is nog steeds bezig met al die navorsing wat ek gedoen het. Ek het nog steeds PhD-studente en ek is ook op een van die komitees by die Stellenbosch Institute for Advanced Study, sodat ek redelik kontak het met die akademiese gemeenskap, die gemeenskap van fellows of genote wat daar by STIAS is, wat ook vir my geweldig stimulerend is. Ek geniet het om nie meer kantoorpligtig te wees en lesingpligtig nie, alhoewel ek die studente nogal mis, maar anderzijds gaan my akademiese lewe eintlik voort soos wat dit oor daardie 40 jaar geloop het. Ek was vir 40 jaar by die departement Afrikaanse Nederlands en my veld is spesifiek die Afrikaanse letterkunde, dit is my specialistgebied, en dan ook literaire theorie of literatuurwetenskap. So dit is die velde waarin ek navorsing doen. By STIAS is ek op die program en genote komitee, met ander woorde ek is op die komitee wat aansoeke van potentiële genote evalueer en ook 'n bietjie dink daaraan hoe die program daar moet uitsien. Een van die groot voordele van genoot wees by STIAS of op hierdie komitee wees by STIAS is dat jy die seminare kan bywoon wat vir die genote is. Daar is ook publieke seminare, maar die genote seminare is geweldig interessant, omdat dit so interdisciplinair is. Jy weet, het strek vanaf die wetenskappe, sosiologie, letterkunde, politieke wetenskap, mediese wetenskappe ensovoort. So dit is geweldig breed, maar ook geweldig stimulerend om by betrokke te wees, om daarna te luister, om die aansoeke te lees ensovoort. Ek was, vandat ek 'n kind was, geweldig geïnteresseerd in die letterkunde. Ek is van kleins af 'n compulsieve leser, en ek is dit nog steeds, ek dink, dit is ingebore waarskynlik. En op school het ek het oorweeg in 'n stadium om in die wetenskappe te studeer, met wiskunde as 'n specialist terrein, maar ek het uiteindelik besluit om liewer tale te kom studeer, toe ek na die universiteit toe moes kom. En dit was, dink ek, vir my 'n baie goeie keuse, want die letterkunde is so gevarieerd, so wyd, en eintlik ook my, sal ek sê, my liefhebberij. So dit het uiteindelik gebeur dat my liefhebberij my werk geword het. So ek was baie gelukkig dat ek my loopbaan in die letterkunde, en spesifiek ook die Afrikaanse letterkunde, kon opbou. Ja, as ek moet terugdink aan my loopbaan in die letterkunde en wat die hoogtepunte daarvan sou wees, sou ek sê, die eerste is waarskynlik die voltooiing van my doktorale proefskrif oor die werk van Breiten Breitenbach. Ek dink dit was belangrik, dit het vir my teoreties in nuwe gebiede ingeneem,
wat ik van tevoren niet gekend had, nie, wat ik moest verkennen. Die afhandeling van jouw doctorale proefschrift maakt jou als het ware ook vrij om jou zelf een nieuwe gebieden te begeven. So ik denk dit was voor mij nogal een belangrijke moment en het mij als het ware een nieuwe stimulus te geven, mijn navorsingsloopbaan als het ware aan die gang gezet. Ik denk een verdere hoogtepunt was die publicatie van die antologie postkaarten, beelden van die Afrikaanse poëzie, wat ik en Ronel Foster samengesteld het, wat so teen die einde van die 1990s verskyn het, 97 of 98. Een antologie waarmee ons probeer breek het met die ou patrone van antologieën of bloemlezing saamstel. Ons het probeer om een nieuwe aanslag te volg en eindelijk ook die werk van dichters wat van tevoren niet opgenomen is en bloemlezings niet bij te trekken enzovoort. So ons het eindelijk probeer om een soort van een postmodernistische aanslag te volg daarmee. Ander hoogtepunte zou ik sê is die publicatie van mijn boeken oor Breiten Breitenbach en oor Antje Krog. Die een oor Antje Krog het eerste verskyn met die titel Ons Ongehoorde Soort en daarna het ik ook een boek oor Breitenbach gepubliceerd, Die Mond Vol Vuur en een kort pocket biografie wat ik voor Jacana geskryf het oor Ingrid Jonker. En dan uiteindelijk zou ik zeggen die aanstelling als een hoogleraar bij de Universiteit van Gent, nabij aan die einde van mijn loopbaan, bij hulle Centrum voor die Bestudering van Afrikaans in Zuid-Afrika. So ik kon daar voor die studenten van Gent voor een langere periode klas geven en eindelijk voor hulle oor die Afrikaanse letterkunde vooral onderrig, wat voor mij baie lekker was. Ik denk toch wel dat ervaring en jouw toenemende kennis, en jy leer elke dag van jou leven, is daar nieuwe facetten wat naar voren komen. En dit is wat die studie van letterkunde voor mij zo interessant maakt, want dit dwing jou als het ware in al hierdie richtings, dat jy op een manier moet kennis nemen van aspecten van die filosofie, van die sociologie, van die politiek, van die economie, als het ware, om op een grondige manier die teksten te analyseren waarmee jy geconfronteerd wordt. So ik denk dat hoe groter jou kennisveld wordt, eindelijk hoe beter kan jy jouself plaas, as het ware, en kan jy as het ware jou intuïties en jou aanvoelings kan jy identificeer. Want ek dink dit is een van die redes waarom dit nodig is vir iemand wat ernstig die letterkunde wil bestudeer, om te doen te kry met literêre teorie, dat jy eintlik kan verstaan waar kom jou eie veronderstellings vandaan, jou voorveronderstellings, jou opvattings, jou intuïties. Jy dink dit is die natuurlijke manier om dinge te doen, maar as jy die kennis het, dan besef jy stam uit een sekere traditie, dit kom van een bepaalde soort van een denkrichting, en jou naïviteit, as het ware, word daardoor verbreek. En jy word bewus van hoe jy eindelijk gevorm is door alles waarmee jy in jou leven te doen gehad het. En ek denk, jou leven, jou navorsingslewe is eigenlijk een hele proces waarin jy voortdurend jou voeten vind en jou voeten versit en weer versit, soos wat jy met nieuwe dinge geconfronteerd word. Dit is een baie omvangrijke vraag. Waarom is navorsing vir die mensdom belangrijk? Ek dink een eenvoudige antwoord is dat ons het kennis nodig om te oorleef. Ons het kennis nodig om ons levens vir onszelf verstaanbaar te maak, rijker te maak, as wat het is met slechts die minimum inligting. So navorsing, denk ik, is essentieel.
Maar ik denk ook dat het baie belangrijk dat ons zal aanhouden om navorsing van die hoogste gehalte in Afrikaans te doen. Want daardoor kan jy eindelijk die specifieke wereld van Afrikaans kan jy verruim. Jy kan eindelijk die reikwijdte van de taal soos Afrikaans verruim door voortdurend navorsing te doen daarin. Ek denk dit zou fout wees om Afrikaans te reserveer eindelijk vir slechts sekere aspekte van die menselijke bestaan. En ek denk dit is waarvoor die meeste mense bang is in verband met Afrikaans, dat het slechts een gebruikstaal sal word, het sal slechts een taal van die private domein word. Voor mij is het nogal belangrijk dat een taal soos Afrikaans, en ek wens dit ook voor al die talen in die land toe, dat het een taal kan wees waarin jy eindelijk alle aspekte van die menselijke bestaan kan verken en ook kan artikuleer, zodat mense vanuit hulle eie soort hartstaal die meest gesofistikeerde navorsing kan doen. Ek weet dat op praktisch gesproken sal een mens uiteindelijk daarin navorsing moet vertaal om toegankelijk te wees vir die groter wereld. Maar het is belangrijk dat ons dat die taal daar die soort van sofisticatie sal behou na sy gewone gebruikssfeer. Ja, ek vind die letterkunde of navorsing oor die letterkunde geweldig bevredigend, omdat het my in contact bring met werelde wat ek van tevore nooit geken het nie. In die eerste plek is daar die tekste wat jy lees, wat vir jou konfronteer met kenniswerelde, met ervaringswerelde, met emotionele werelde. Partymaal is hulle 10.000 kilometer van jou weg, partymaal is hulle 1 kilometer van jou weg, en jy het hulle nie geken nie. En letterkunde bring jou in aanraking daarmee. En daarbenevens bring die literêre teorieë wat ons as het ware operationaliseer om ons te help om letterkunde te verstaan. En dit wat ons daaroor verstaan te artikuleer, bring jou ook nog verder in aanraking met kennisvelde wat jy van tevore nie geken het nie. So dit bly vir my eindeloze uitdaging om met die letterkunde besig te wees en 'n eindeloze bevrediging. Wel, ek is afgetree, so ek het die luxe daarvan om nou te kan focus eindelijk volledig op my navorsing. Ek is op die oomblik bezig om 'n boek oor Krog te redigeer vir die akademie, en ek sal voortgaan met my navorsing vooral oor binnen die raamwerk van die affectheorie en emotie, oor die werk van die nieuwe jong breinskrywers. Ek wil toenemend daarop focus, en ek wil ook oor die rol van, of die positie van Afrikaans as 'n klein letterkunde binnen die groter wêreldraamwerk verder navorsing doen.